Ik had een paar weken voordien Milan Sanremo gewonnen en voor mij zou het nu een groot feit betekenen indien ik ook die ronde, onze ronde hier midden in mijn streek tussen mijn supporters zou kunnen winnen. Ik reed goed en ik was te zegedriftig. Dat was de fout die ik gemaakt heb door te vroeg in de aanval te gaan. 40 kilometer heb ik alleen gestreden tegen heel de bende, omdat ik wilde winnen. Ik werd ingelopen op een paar kilometer van de aankomstlijn door Rick van Steenbergen en nadien het hele peloton. Dat was een zware nederlaag voor mij en ik heb dat lang aangevoeld. Eén voldoening had ik nog na de aankomst, dat was dat zij die me ingelopen hadden ook niet gewonnen hadden. Want de Fransman Forestier ging dan nog op het laatst weg en won licht afgescheiden.